Het blijft een van de meest besproken onderwerpen. Het weer. Er zijn genoeg websites waarop je kunt controleren of het een dag wordt om er lekker op uit te trekken of juist thuis te blijven. Ook Windows 10 heeft een ingebouwde weerapp. Naast de weersverwachting vind je ook een historisch overzicht van het weer van de betreffende dag. Een overzicht in deze hout toe. Je kunt de weerapp terugvinden als tegel, maar je kunt er ook naar zoeken. De app geeft de gegevens weer van de locatie waar ik mij bevind. Daar heb ik eerder toestemming voor gegeven. Straks, bij de instellingen, kom ik daar nog even op terug. Je ziet hier een samenvatting van het huidige weer. En daaronder de verwachtingen voor de komende dagen, die per uur zijn uitgesplitst. Je kunt eenvoudig de andere dagen in beeld brengen. Zo kun je de details per uur bekijken. Bij daggegevens vind je een samenvatting van het weer voor de betreffende dag. En onderaan vind je historische gegevens, steeds van de gekozen dag. Via deze knop vind je een uitgebreide kaart, in dit geval van Europa, waarbij gedurende 12 uur de ontwikkeling wordt getoond, in dit geval van de temperatuur. Uiteraard kun je daarop inzoomen met knoppen en schroolwieltje, maar niet al te ver. Zo breng je de gegevens in beeld van de te verwachten neerslag. Je kunt ook de satellietbeelden inschakelen en de bewolking bekijken. Het wijzigen van de regio betreft het kiezen van een ander werelddeel. Via deze knop krijg je een overzicht van het historisch weer, per maand, voor de betreffende locatie. Hier kun je dat ook bekijken voor neerslag en sneeuwdagen. Je kunt een andere maand kiezen door erop te klikken. Of hier een keuze te maken. Rechtsboven kun je zoeken naar een andere locatie. En hier kun je je favoriete locaties toevoegen. Als je erop klikt, kom je terug in het startscherm. Met deze knoppen kun je vernieuwen en de betreffende locatie uit de Favorieten verwijderen, of deze juist aan de Favorieten toevoegen. Als je kiest voor Vastmaken, maak je hier een tegel van die je via het Startmenu kunt opstarten. Je kunt hier het thema wijzigen en ook hier een locatie zoeken. Mocht je de temperatuur in Fahrenheit willen laten weergeven, kun je dat doen door op dit symbool te klikken. En via het standwiel Ga je naar de instellingen, waar je de standaardlocatie kunt wijzigen. Tot zover deze auto over de weer-app van Windows 10.